Op zaterdag 18 juni wordt bij de Scout in Eelse de regionale Welpendag gehouden. Samenwerkende scoutingverenigingen uit de westelijke Mijnstreek organiseerden voor de Welpen, jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar, een spellenmiddag. De weergoden worden hun niet gunstig gezind. Daarom zijn we de studio ingegaan en hebben hier de volgende beelden gemaakt. Goedendag kijkers, we hebben hier vandaag de organisatie van de Welpendag regio Westelijke Mijnstreek te gast. Leo Schreurs en Corrie Leijendekkers, welkom. We zijn afgelopen zaterdag bij jullie te gast geweest. De Welpendag, 18 juni. Helaas, de regen kwam met bakken uit de hemel. Vertel eens wat de Welpendag precies inhield. De Welpendag is een dag speciaal voor welpen, zoals het al zei. Welpen zien kinder in de leeftijd van 7 tot 11. En we doen binnen onze regio voor 14 groepen in totaal organiseren van een spellendag. Eigenlijk in de middag van 1 tot 5. Met verschillende spellen. Ieder jaar ergens anders. En dit jaar bij Beschouting Elsno. Daar worden heel wat kengertjes paraat. Hoeveel waren er? We hebben ze geteld. Corrie, hoeveel waren het er? 248. Ja, en je hebt vandaag heel veel activiteit aan de kinger aangeboden. Helaas is niet alles door kunnen gaan vanwege het weer. Maar wat heb je onder andere op het programma staan? Nou, we houden, even kijken, de grote dingen die verhouden we een tokkelbaan in het kasteelpark. We zien gewoon lasergamen op de knop. En we houden een speliobox. Vervolgens houden we nog mensen van VKG die vuurspelkjes hebben gedaan. Mm-hmm. Scouting Beek houden verschillende spellen. Christian de Wet, al goed geleen, die houden een hele hoop spellen. We houden in totaal gaat van 50 verschillende spellen over drie locaties. Ja, ja. En we hebben gezien ook nog gaat voor de inwendige mens, zeggen ze dan. Hè? Ja, dat is wel belangrijk. Hè? Ja. Ja. Ja, dus die kingertjes die hebben daar zelf woordappelen hebben ze gegrild. En, ja, ze kosten appelbakken, banaan volgens mij. Hè? Ja, brood. Ja. Broodbakken, ook altijd goed. Ja, vrouw, de chips worden gesponsord dit jaar. Ja, dat wordt En ja, genoeg te drinken en ook voor alle medewerkers en ouders. Er wordt dit jaar wel heel veel ouders die hebben metgewerkt. Voor natuurlijk gewoon koffie en thee. Ja, maar zo'n activiteit, daar heb je toch geld vrijwilligers nodig om het te begeleiden. Hè? Ja. Geert doet het middag tweeën organiseren, maar boete u tweeën heb je een gans team achter je staan. Hè? Ja, 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 ja. We hadden dus rond de 80 vrijwilligers die eigenlijk de dag zelf van alles hebben gedaan. Mm-hmm. Dus er waren inderdaad een hele hoop ouders die hebben metgeholpen met beurtjes ophangen, met spelkens klaarzetten, met spelkens uitleggen. Er waren stafleden die dus ook spelkens hebben uitgewerkt. Oudere jeugdleden, explorers, scouts van verschillende groepen. Dan even houden voor nog een speciale groep die dan inderdaad gespecialiseerd zien in de tokkelbaan. Want dat zit toch wel een stukje veiligheid in. Dus dat zien gecertificeerde mensen die dat doen en die dat begeleiden. En verhouden professionele EHBO'ers die ook voor een stukje veiligheid zullen. Ja, ja. Nu is door de regen, heb je niet het hele programma kunnen afwerken. Hoe heb je het opgelost? Op zijn scouting zijn door dat af hun vallen. En uiteindelijk hebben we voor alle spellen zien gespeeld. We hebben de tokkelbaan is op een gegeven moment moeten stoppen omdat het te gevaarlijk wordt. De lasergames die hebben het wonderbaarlijk goed doorstangen. En gehoord, op een gegeven moment wordt de regen zo haal dat voor zien, moeten gewoon improviseren. Ja. Toen hebben we voor een bioscoop gemaakt in het scoutinggebouw. En dan hebben heel veel kinderen hebben daar nog een film gekeken. Terwijl er ook nog een kingerboete brood en bakken aan het vuur. Want het vuur houden we al een beetje aan de kant gezet, zodat ze toch druk zijn. Ja, die zijn toch echt doorgegangen tot het echt ja. Op wordt. Ja.
Het blijven scouts. Maar ja. Geert doet ieder jaar zijn welpendag organiseren. Ja. Ja, maar is steeds op andere locaties of toch volgend jaar weer in Aalslo? Of... Nee, de eerste vergadering vragen voor meestal van hoe kennen we de gasten dit jaar? Mm-hmm. Ja, en dan die groepen die zich aanbieden, dan overleggen we met z'n allen als er meerdere locaties zijn. Mm-hmm. En dan wordt gewoon een locatie gekozen. Dit wordt Aalslo. Ja, ja. Even terugkomen op de vereniging op zich, Regio Westelijke Mijnstreek. Dat betekent dat je er gewoon een overkoepeling zit van een aantal scouting-afdelingen binnen de Westelijke Mijnstreek. Er zijn 14, dat klopt. Wat is dan uw taak in deze? Uw taak als organisatoren hebben we contact met alle stafleden, alle welpenstafleden. Want er zijn ook organisatoren natuurlijk voor de andere speltakken. We richten dus eigenlijk alleen op de welpen. Mm-hmm. En we doen een stukje kennisdeling met alle stafleden die dat leuk en interessant vinden. Uiteraard is er ook heel veel aandacht aan de welpendag. Ja. Dat kun je niet onderhoed. Ja, en voor de rest ligt het initiatief ook een beetje bij de groepen zelf. Verkieken of voor kamplocaties kennen, uitdelen of thema's, problemen met verschillende dingen. Het wordt steeds lastiger op dit moment om stafleden te vinden. Mm-hmm. Scouting Nederland is daar ook actief mee bezig, om daar toch een richting aan te geven, zodat voor, ja, ook voor de toekomst wij erkennen. Mm-hmm. Want we hebben sinds een paar jaar hebben we weer een stijgend aantal jeugdleden, mm-hmm. wat helemaal geweldig is. Maar we zullen ook moeten zorgen dat er voldoende mensen zien die kinderen kunnen begeleiden. Mm. Iedere week. En stel ik wel vrijwilliger werden dan. Moet ik aan bepaalde eisen voldoen? Moet ik een soort bekwaamheidstest bij je gaan afleggen? Of, Nou, het ligt eraan wat ze willen doen. Ik kan beginnen als pluscoach. Maar wat ze sowieso moeten hebben is het VOG. En dat is? Dat is een verklaring van gedrag. Oh ja, gedrag. Goed. Ja. Ja. Mm-hmm. En dan ligt het ook eraan wat ze wilt gaan doen binnen de scouting. Wil ze gewoon leiding geven, kent ze leiding geven, maar dan moet ze ook wel bepaalde trajecten gaan volgen. Om toch dus per vorm heb je een bepaalde opleiding beetje aan door de vrijwilligers toe? Nou, de opleiding is hetzelfde, alleen qua speltak is er gewoon een beetje anders. Mm-hmm. Het is niet zo formeel, het is meer uit de dagelijkse praktijk. Ja. Nu je stafleden, ik weet niet hoe het bij alle groepen dan toe gaat, maar als ik naar mijn eigen groep kijk, dan verwelkomen we iedereen als staflid. Mm-hmm. Iedereen mag met draaien. Ja. Maar iedereen zal ook beginnen door gewoon met te draaien. Dus mm-hmm. kom maar eens met doen met die kinger. Doe dat maar eens een paar weken. En dan hebben we heel snel in de gaten of het klik mm-hmm. met de kinger of het klik met de staf onderling. En als die klik daar is, dat is eigenlijk meer dan voldoende. Mm-hmm. Dan hebben we natuurlijk een formeel gedeelte waarin we zeggen van we moeten een VOG aanvragen, zodat we in ieder geval zeker weten dat we niet de verkeerde mensen binnenholen. Ja. En voor de rest kunnen we in onderling overleg kijken van... En vaak geven mensen dat zelf aan. Hè? Want ik vind het leuk om te doen, maar ik vind het moeilijk om zelf een programma te maken. Mm-hmm. Nou, dat zijn trainingen voor scouting die dat faciliteren. En dan kent zich naar een training gewoon. En dat is vaak een middagdeel, een zaterdagmiddag, een zondagmiddag. Of door de week in de avond een paar uurtjes, hoe ze ook weer samen zit met andere nieuwe stafleden, hoe ze ervaringen kunnen uitdelen. En voor de rest is het, zoals men in het Engels zegt, learning on the job. Hè? Ja, maar je hoeft ook niet alles te kennen. De kern is gewoon dat ze als team alles mm-hmm. beheerst. Mm-hmm. Kijk, als dicht dat stukje kent, en hij kent dat stukje, en ik ken dit stuk, als we samen maar alles kennen. Maar dat is eigenlijk de ganse opzet van de scouting. Ja. Samen spelen, En dat geldt voor iedereen. Dat geldt mm-hmm. voor proberen de kinderen te stimuleren zoveel mogelijk uit zichzelf te holen. Maar we proberen ook, als teamleider probeer ik ook het meeste te holen uit mijn stafleden. Ja. Mm-hmm. En mijn bestuur
deed hetzelfde bij mij. En zo deed iedereen elkaar stimuleren. In ieder geval, zodat ze kinderen aangeven van dit is wat ik leuk vind, dit is wat ik goed in ben. En dan kan ze zelf van profiteren, maar een vereniging en de kinderen uiteindelijk profiteren daar ook van. Nou, Leo en Corrie, ik vond dit een heel fijn interview. Ik denk dat Froskiekers heel veel hebben kunnen laten weten. Wat is Scouting Regio Westelijke Mijnstreek? Wat hield het in? Wat is gebeurd op de Welpendag? Ik wil je heel erg bedanken voor het interview. En we hopen in de toekomst toch nog eens bij te komen filmen als een Welpendag is. Altijd welkom. Zeker. Nou, alsjeblieft. Dank je wel. Ja, heel bedankt.